Goedemorgen jongens, we zitten ergens in maart. Hey, wat ik vandaag wil uitleggen. We hebben hier een Faradero staan, de injectiemodel. Die heb je vanaf 2003 heb je gezet, vanaf 2011. Ik moet een andere motor doen. Ik moet de luchtfilter vangen, ik moet de bougies vervangen. Even gewoon helemaal nalopen. Dus je ziet hoeveel werk er aan zit om die luchtfilter te vangen. Dus tank moet er vanaf, vooral als je zo'n motor beugels hebt, dan moeten de beugels er vanaf. Best wel veel er vanaf. Dus zo'n Faradero is altijd ietsjes meer werk dan de meeste motoren. Geen probleem. We gaan de bovenkant jullie het een en ander zien. Jullie denken, waarom heb ik die blaaspijpen er vanaf gehaald, die uitlaten? Ga ik jullie uitleggen. Kijk, als je naar beneden kijkt, kijk. Hier loopt de bocht, de uitlaatpijpje, vanaf de cilinder naar beneden toe. En dan komt hij hierin. En hier komt de rechtse blaaspijp en hier komt de linker blaaspijp erop. Dus deze pakking is kapot. Omdat deze pakking kapot is, hij lekt hier, is een bekende iets van de Honda Faradero. Dus, wat moet je? Je moet de hele motor, de hele achterkant moet je losmaken. Dus we moeten zoveel losmaken voor een pakkingje van 15 euro. Dus, om zo'n ding te vervangen, dus om de mensen even uit te leggen, de mensen denken, ja, ik ga het wel even thuis alleen doen, ik doe het even gauw 1, 2, 3. Nee, nee, daar heb je een brug voor nodig. Je moet ook weten wat je doet, er moet veel los. Dus voor moet hij los, hij moet eigenlijk compleet los de uitlaat, voor, om hem te monteren. Kijk, als we hier naar kijken, kijk, ik heb het hele systeem losgemaakt. En ook, heel vaak maak je kans, als je hem losmaakt, dat deze pakkingen ook kapot gaan. Die tanks zijn kapot. Je maakt kans dat je de klemmen kapot maakt. Want die breken, weet je, die klemmen. Het is oud. Daar maak je ook allemaal kans bij. Dus ik wil jullie uitleggen, jongens. Aan zo'n uitlaatbocht kun je wel zelf doen. Maar het is klote werk. Dus dit moet je echt laten doen. Die iemand die het juiste gereedschap voor hebt. En weet hoe en wat. Ook precies hetzelfde met de bougies en de lucht, vooral de luchtfilter. Als je de luchtfilter wil vervangen, dan moet gewoon een hele hoop los, weet je. Er moet gewoon een hele hoop los. Anders ga je er niet komen, weet je. Dus ik zou zeggen, jongens. Omdat ik vaak mensen zeg, ja, Isa, kan ik het zelf doen? Mijn uitlaat lekt, kan ik die nieuwe pak? Ja, je vraagt mij een moeilijke vraag, kan je het zelf doen? Heb je een brug? Heb je het juiste gereedschap? Ik zou zeggen, niet aan het beginnen. Straks begin je eraan, dan brengen we uiteindelijk een onderdelen bij de monteur. En die gaat je veel meer geld rekenen dan. Ja, je bent bij hem een bouwpakket. Dus beter laten doen en gelijk goed laten doen. Dus dat zou ik jullie uitleggen, dus over de uitlaatbochies. Dus jongens, liever niet zelf doen, want mensen hebben het gedaan, hebben dingen kapot gemaakt, hebben het erger gemaakt en dan komen ze bij mij, Isa, wil je me verder helpen. Wat ik heb gedaan, ik heb die motor gisteren op de brug gezet. En ik heb gisteren de motor al ingespoten. Dus ik weet wat ik moet doen. Ik heb gisteren alle belangrijke punten ingespoten, waarom? Omdat ik weet, deze motoren zijn bekend, die klemmen, die hangen aan de onderkant van de motor. Ja, dan heb je te maken met de regen, heb je met een pekel. Dan krijg je dit soort problemen. Dus ik heb het gisteren al ingespoten. En vandaag gaan we rustig losdraaien. Dus jongens, we gaan jullie verlaten, want ik zie mensen voorstaan. Dus tot de volgende keer, jongens.